Als je niet het museum kan bezoeken, kunnen we wel de kunst brengen naar de bezoeker toe. Om kunst te begrijpen, moet je kunst kunnen zien. Maar hoe doe je dat nu de musea voor het publiek zijn gesloten? Kunstmuseum Den Haag zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Ik ga straks bijvoorbeeld op Instagram live een korte rondleiding doen over de tentoonstelling. Dus daar loop ik dan alleen, maar mensen kunnen dan via hun telefoon of op Facebook of op andere kanalen die rondleiding volgen. Maar we gaan dus inderdaad vooral online aan de slag. Het posten op social media, op Twitter, op Facebook, op de website. Maar ook een nieuwsbrief bijvoorbeeld, die wordt rondgestuurd, waarin wij onze inhoud, onze kunst en onze verhalen proberen te vertellen aan mensen zonder dat ze daadwerkelijk hier in het museum hoeven zijn. Ik sta hier op een tentoonstelling waar ik heel hard aan heb gewerkt en opeens dicht is. Dat is natuurlijk heel zuur. Beneden ons staat een tentoonstelling Koninklijk Blauw over Delfts aardewerk. Die is nog steeds niet af, ook al wel. Die had eigenlijk open moeten deze week. En ja, dat zijn onzekere dingen. Ik hoop gewoon dat we heel snel weer open mogen en dat het heel snel weer veilig is voor mensen om kunst ook in het echt te zien. Want er gaat natuurlijk niks boven de ervaring van daadwerkelijk voor een kunstwerk staan en de impact daarvan meekrijgen in plaats van een plaatje of op afstand. Maar tot die tijd hopen we dat mensen een beetje op verstrooiing te bieden en wat schoonheid te bieden en wat interessante verhalen te bieden. Zodat iedereen wel zich betrokken voelt nog steeds met kunst. We merken gewoon dat het heel erg goed opgepikt wordt. Er zijn heel veel reacties op berichten. We zien dat het veel meer activiteit is op onze social media dan voorheen. En als je niet het museum kan bezoeken, kunnen we wel de kunst brengen naar de bezoeker toe. We kunnen online mini-tentoonstellingen maken. Mooie combinaties van werken bijvoorbeeld. Vooruitblikken op tentoonstellingen die we in de toekomst hopelijk wel met z'n allen weer gewoon in dit gebouw kunnen gaan zien. Dus ik zie liever dat hier het straks weer vol met bezoekers zit en dat dat veilig is. En dat ik weer gewoon aan het werk kan. Maar tot die tijd doen we gewoon zo goed ons best.